Nou, ik zie alles weer, dat is ook top. Welkom bij het Adelsjournaal. Het is weer vrijdag natuurlijk. We hebben een persconferentie. We tokken met twee spelers. En we hebben een nieuwe directeur. Voor één dag. Dat was zijn wens, zijn droom. Kijk mee. Welkom allemaal bij de persconferentie. Voorafgaand aan het duel met VVV van komend weekend. Maar het is een speciale dag bij ADO Den Haag vandaag. Want we hebben een directeur voor één dag. Een absolute droom van Jeff Osserman. Nou, en hij zit hier als algemeen directeur. Heeft al een aantal beslissingen genomen. Gaat zo ook een belangrijke mededeling doen. Maar eerst de vraag, zijn er nog vragen voor onze directeur van een van jullie? Ja, Rob, ga je gang. Jeff, ze gaan je vragen stellen. En dan mag jij je antwoord geven. Kijk, daar zit die meneer. Daar, zwaai even. Ja? Hoi, meneer. Alles goed, Jeff? Jeff, even een vraagje. De trainer zit naast je. Vindt een goede trainer? Ja, klopt. Ja. Waarom vind je het een goede trainer, Jeff? Thomas. Had je Thomas Meister dat er nu in zit? Ja, naast me. Ja, want die heette Fons. En Thomas is de speler die Fons had opzetten. Het is Hans. Ja. Ja, Rob, dat weet jij niet. Maar je moet ook opletten, jongen. Wij hebben achter de schermen hele andere namen. En dat, daar is hij mee in de war. Zo worden we al jaren geleid door Koos, blijkt nu. Nou ja, het is een beetje gek. Het heet Hans. Hans, oké. Okay. Jeff, nog één vraag. Morgenavond moet ADO naar VVV. Ja. Drie punten, denk jij? Gaan we winnen morgen? Gaan we winnen? Ik heb te denken over 4-0 of 2-0, 1-0, 1-1, lekspel. Kortom, alles is mogelijk. Hè? Alles is mogelijk. Alles is mogelijk? Ik wil ongehoorlijk, ja. Okay, alles is mogelijk, goed zo. Jammer. Jeff, ja. ADO Journaal hier. Je weet wel, want je bent supporter, dus je kent ADO Journaal. Jij bent ook slecht met namen, hè? Ja. Ja, ik ook. Daarom noem ik iedereen Maat. Dan is dat goed. Dus jij zegt tegen mij, Maat, Maat. Hé, hey, Maat. Hé, hey, Maat. Hé, hey, Maat. Hé, hey, Maat. Hebben we het altijd goed? Ja. Luister, de vorige directeur, die zal maandelijks een geldbedrag overmaken naar mijn rekening. Kun je daarvoor zorgen? Ik hou tijd. Top, top. Dan even over de wedstrijd morgen. Ja. Je doet een beetje duister over of we gaan winnen, gelijk spelen of verliezen. Ja, ik wil gewoon weten, heb de directeur wel wat te vertellen bij de trainer? Ja. Ja, heb je wat te vertellen? Ik hou tijd dat telt, ja. Trainer, is dat zo? Kan hij bepalen wie er gaat spelen? Ja, hij zit hier niet voor niks. Ik bedoel... Oh. Het is wel duidelijk dat de druk zit er wel een beetje op na de nederlaag van vorige week. Dus ja. Vandaar dat de directie erbij is. En wij moeten daarmee omgaan. Maar ja, het is goed dat hij er is. Ja, dan nog één dingetje over Jeff. Hij is maar één dag directeur. Is dat genoeg om alles op het rijtje te zetten? Ja, nou, het is wel zo wat Ronald net al zei. Hij heeft toch al belangrijke dingen gedaan. Ja. Dus alle spelers sowieso gesproken. De trainers. Dus ja, iedereen weet wel meteen hoe laat het is. Oké. Maat, je zit de hele tijd naar onze jonge dame van ADO in de maatschappij. Die vind je wel leuk, hè? Ja. Weet je de naam al? Lisa. Oh. Ja, dan heeft hij het een stuk minder moeilijk. Dan heeft hij het moeilijk, ja. Nou, ik wens hem onwijs veel succes vandaag. Ja. En veel plezier. Ja. Heel erg. Ja. Wil je nog een dag? Hè? Wil je nog een dag? Ja. Ja, hè? Ja. Maar je hebt ook nog, Jeff, dat is ook wel leuk om te vertellen. Je hebt net ook nog, want jij moet straks dit nog even gaan vertellen. Maar daar ga ik je wel mee helpen. Maar je gaat ook nog iets doen, hè, bij ADO. Wat heb je net gehoord? Ik hoorde, Denise heb ik ook al gehoord. Ik ga naar de gemeente, het is hebben, ga ik mee doen, de groeien, de ADO Den Haag. Het is zo, kan je dit lezen en voorlezen? Is een belangrijke mededeling. Ja. ADO Den Haag. ADO Den Haag. Gaat. Gaat. Een. Team.
G-voetbal. Niet. Opricht. Opricht. Ja, de selectie. Nee, ja. Zie. Ja, wordt gemaakt. Gemaakt. Tijdens het G-voetbaltoernooi. Niet gewoon het nooit. Op 1 november. 1 november, toch? En de eerste wedstrijd. Ja. Van het G-team is op 2 december. Geweest hebben. Tegen Kids United. United. Van FC Groningen. Leugen, ja. En wie is de aanvoerder van het team die nu al geselecteerd is? Jeff. Dus een groot applaus voor Jeff. Ja. Ja. Jeff is eerste selectie dit, hè? We gaan straks contract tekenen. Ja. En dan ben jij de eerste speler. Mooi, hè? Ja. Dat is heel mooi. Jeff is snel afgeleid. Ja. We hebben het leuk, hè? Ja. Jeff, wij gaan nou vragen of deze mensen wat willen vragen aan onze trainer. Vind je het leuk om daarbij te blijven zitten? Ja hoor. Ja? Natuurlijk. Hoeft niet, maar mag wel. Nee, dat kan ook. Blijf lekker zitten, drink je drankje, allemaal. Nou, ik vind het wel heel fijn dat de directie mij steunt. Want dat is wel een belangrijk gevoel wat Jeff mij geeft. Oh. Ja. Lisa. Ja, daar komen wij nog op terug, Lisa. Ja. Wij doen altijd, Jeff, aan het einde doen we altijd Alberto aan van de persconferentie. Dus als jij nou zegt tegen hem, hey maat, dan gaat hij beginnen. Ja. Doe maar, daar zit hij. Hey maat. Hey maat. Hey maat. Kijk, even een vraag stellen aan de trainer. Ja. Nou, dat is lekker. Trainer. Ja, we hebben het over de geschorsten gehad. We hebben het over geblesseerden gehad. Eigenlijk vind ik het wel lekker dat gebeurt. Want ja, je weet het, ik ben altijd op die training. En die jonkies ook. Ja, eindelijk, die Meisner, eigenlijk komt het goed uit. Want die Meisner, dat is echt een topsporter, een echte prof. Die hebben we nooit al die tijd zien chagrijnen of altijd meedoen en luisteren. Dus eigenlijk ben ik wel blij. Komt er nog een vraag? Ja. Nee. Nee. Maar ik zag dat jij zat te kijken. Van, ja, maar ik luister ook altijd naar, joh. Ja, nee, maar dat weet ik, trainer. Je luistert altijd naar mij. Ja, waar moet je heen? Met dit gesprek. Ik heb wel tegen je zeggen, we moeten gaan winnen. Met de jonkies erbij. Maar gaat dat gebeuren, die jonkies erbij? De jonkies gaan mee, dat heb ik net gezegd. Ja, ja, maar dat horen mijn kijkers niet, want ik knip het. Het liefst praat ik nooit over geschorste, geblesseerde. Nee. Het is natuurlijk logisch dat als er een vraag komt, dat ik daar antwoord op geef. Want dat hoort er uiteraard wel bij. Maar het liefst kijk ik altijd naar wie we wel aan boord hebben. Ja. En het is waar dat er drie jongens uit de belofte, het team wat jij ook volgt, ja, die gaan mee. En daar heb ik alle vertrouwen in, want het is een ploeg die wij natuurlijk elke dag volgen. Ja. En daar zitten ook jongens bij met mogelijkheden. Ja. Het is prima dat Den Haag weer een belofte ploeg heeft. Dus ja, waarom zou je er geen gebruik van maken? Nee, precies, maat. Maar dan gaan we. Kijk, jij bent mijn maat, zeg maar. Nou, nog wel. Ja, nog wel. Maurice Stijn, waar we heen gaan, is ook mijn maat. Ik feliciteer hem bijna elk weekend als hij gewonnen heeft of het goed heeft gedaan. Dat wou ik dit weekend eigenlijk niet doen. Is dat mogelijk? Nee, dat wil ik het liefst ook niet doen. Ja, ik heb een groep die elke week wil winnen. Die elke week ook echt ervoor gaat. Ik heb daar echt nooit klagen over. Die jongens, die geven alles. Als ik zie hoe ze vorige week hebben gespeeld, ondanks een lange periode man minder. Het verschil was niet zichtbaar. Dat zegt ook iets over deze groep. Ja. En we hadden wellicht daar wat aan over kunnen houden. Maar het was de eerste wedstrijd die we van de laatste vijf die we verloren hebben. Dus ja, we gaan morgen weer iets halen. En we zullen zien wat dat wordt. Maar we gaan zeker iets halen morgen. Mozo, ik heb Gorter en Valkenburg gevraagd voor de 1-op-1 gesprekken. Ben ik dan warm? Ja, ik kan niet tegen jou liegen. Je bent wel warm. Oké, nou, goede wedstrijd. Yo, ik sta met de directeur natuurlijk. Directeur van één dag wel. Ik heb al met hem over de financiën gehad. Dat is helemaal top. Een mooie dag, maat, voor jou. Ja, echt goed spijt, ja. Ja, ik zei het net al in de persconferentie al. Jij kent ook geen namen onthouden, hè? Nee, ik ook niet, joh. En tegen die tijd dat ik weet hoe die spelers heten, gaan ze weg. Ja. Ja, dus die moeite, dat sla ik allemaal niet op die harde schijf van mij. Maat, wat kan jij veranderen in één dag?
Want je bent zelf supporter toch van ADO? Ja, ik denk wel, ja. Ja, dus je bent een supporter van ADO. Nou, net zoals ik, want ik doe dit ook omdat ik supporter ben. Wat kan jij in één dag betekenen voor de supporters? Dus kan jij wat voor ons doen dat je dadelijk ik hoor dat jij Matthijs Koos noemt. Dat je met Koos even over die supporters kan hebben. Dat er wat geregeld kan worden of zo, iets leuks. Ja, ik wel, ja. Ja, dus dan ga je dadelijk tijdens de lunch, want je gaat zo lunchen met de directeur. Nou, luister, ik kom al vanaf mijn 7e jaar hier bij ADO Den Haag. Ja. En ik ben bijna 62, dus dat is heel veel jaar. Ik ben nog nooit bij een lunch met de directie geweest. En jij wel. Klopt. Ja. Luister, wat ga je eten dan? Ik ga door de lunch met een brood eten. Ga je brood eten? Maar niet alleen brood nemen kan, want ze hebben hier altijd hele lekkere broodjes. Met heerlijke dingen erop waar ik niet eens de naam van weet. Ja, klopt. Ja, maar dat ga jij allemaal eten? Ja. En dan alleen directie of zitten daar ook de spelers bij? Ja. De spelers zitten er ook bij? Ja. Nou, maar zijn er nou nog dingen? Want kijk, dit is natuurlijk wel je kans, hè, om wat te zeggen. Want ik geloof dat jij iets met Brabant hebt. Ik had een nieuwe Brabant, ik had het ook wel. Ja, maar omdat jij ook met een meisje uit Oorschot... een beetje, want dat meisje wat daar zit, daar zit je de hele tijd naar te kijken. Ik had dat echt lief, Ka. Die is lief, hè, maat? Maar dat hadden wij ook al gezien. Alleen als ik ernaar kijk, dan word ik opgesloten. Ja, klopt. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt, zegt hij. Nou, maat, ik hoop dat je een onwijs fijne dag hebt. Ik hoop dat we dit weekend punten gaan pakken. En als we ze pakken, zijn ze voor jou. Ja, kijk wel. Oké, alsjeblieft, maat. Okay. Nou, geweldig, maat. Geweldig. Goed gedaan, Boks. Kijk uit, hè, want de laatste keer dat ik een box met André deed, toen sloeg hij me onder mijn kin. Nee. Ik deed zo, sloeg hij me zo onder mijn kin. Nee, dat zo doet. Ja. Ik heb het al, dat hebben jullie net al gehoord, tenminste als we geluid hadden. De trainer. Ja, dat was geluid, André? Ja, bij de trainer? Ja. Ik zei, ik heb twee jongens uitgenodigd. Ik heb Gorta en Valkenburg uitgenodigd. Ben ik warm? Ja, je bent warm. Maat, ik denk dat je gaat spelen. Ik, als jij het zegt, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ja, maar je hebt er toch wel zin in om te starten? Ja, ik heb super zin in. Ja. Als ik mag beginnen, dan sowieso. En als ik mag invallen ook, sowieso. En daar zou je hem hebben. Ja. Nee, ik zie het wel. We weten het nog niet, zeker. Maar goed, ik blijf trainer gewoon... Trainer is er al uit. Ja, volgens mij is de trainer wel uit en wij horen er morgen. Nou ja, goed, ik doe gewoon mijn best en moet er hard voor knokken om in de baas te komen. Maar dat is niet erg. Ik zeg tegen de trainer ook, ik zeg, eigenlijk is het wel, voor de andere jongens, is het wel lekker dat er wat geschorsten en pijntjes zijn. Want ja, ze zijn ook zo goed bezig. Ik noem maar jou, Gorta, Meisner, weet je wel. Ik gun iedereen natuurlijk. Nou ja, goed, dat is natuurlijk vervelend voor degene die geschorst zijn. Maar aan de andere kant brengt dat weer mogelijkheden voor andere gasten. Maar... Nou ja, goed, we zullen het zien morgen, maar ik zou het wel lekker vinden na al deze week invallen. Ja, precies, maat. En jij als voetbaldier ook, wil graag spelen natuurlijk. Ja. Ik ben ook een voetbaldier, alleen zit ik lui in een stoeltje. Die jonkies, maat, erbij uit de tweede, met het trainen. Ja, is dat heerlijk of niet? Ja, dat is super. Ik denk, die gasten doen het echt super goed. Je ziet hoe de jongens nu met de groep meetrainen, is echt, echt bewonderenswaardig. Sam, Shaquille, Tijmen, alle drie, ja, ze doen het echt fantastisch. Ja. En ze hebben alle drie hun eigen kwaliteiten. Ja. En als die jongens zo doorgaan... Die hebben een 70cc op zijn rug. Ja, klopt. Ja. Die blijft gaan. Dus echt, maar dit is voor spelers zoals ik is dat heerlijk. Ja. Want hij gaf in die oefenwedstrijd gaf hij ook al een assistje op me. En, maar dat klopt, die blijft gaan. Die, heeft echt, die is echt op de brommer inderdaad, dat je zegt. Ja. Nee, die jongens die kunnen echt goed voetballen en die komen er gewoon aan. Dat is mooi om te zien dat die jongens nu zo jong al nu mogen aansluiten. En dat is mooi voor de toekomst van ADO. Ja, zeker. Want je moet het toch een beetje ook van de jonkies hebben, maat. Een beetje een mix. Je moet ervaring hebben, maar je moet ook een paar jonkies hebben. Ja. Het leuke vind ik ook, de trainer heeft gezegd, ik neem ze mee ook. Ja, nou ja, goed, dat is denk ik hartstikke mooi voor die gasten. Dat is de beste manier om echt dat laatste stapje te doen. Gewoon om ze voor de leeuw te gooien. Hoe ben jij bij VVV uit?
Ja, weet ik niet eigenlijk. Heb je er nooit tegen gespeeld? Ja, ik heb er wel eens tegen gespeeld, maar ik weet niet... Jij scoort altijd. Dus ja, ik had eigenlijk verwacht dat je zou zeggen, ja, die kwam ik er lekker makkelijk in. Ja, maar dat weet ik niet. Dat zou ik moeten opzoeken. Okay. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet aan mijn hoofd. Oh, je hebt ook geen harde schijf? Nee. Ik ben echt een vergiet wat dat betreft. Ja, voor mij is ook al een tijd teruggekeerd. Nee, dat is echt, dat zou ik moeten opvragen. Maar wat is het gevoel bij je team? Want ja, verleden week natuurlijk ongelukkig. Nou ja, wat de trainer ook al zei. Kijk, we hebben van de afgelopen 5 wedstrijden hebben we er eentje verloren. Ja. En, dat is niet slecht. Nee, dus er is echt geen reden om in de paniek te raken. Dus we gaan gewoon lekker morgen vrij uit voetballen. En met alles wat we in ons hebben, gewoon die pot binnenhalen. Ja, het vervelende, dat zei ik ook al tegen de trainer. Maries, de trainer daar, ja, dat is een maat van me. Daar kan ik het heel goed mee vinden. Elk weekend bericht ik ook naar hem als die... ik wil dit weekend niet naar hem zeggen. Gefeliciteerd, maat. Nee, dan stuur je jammer. Of volgende keer beter. Volgende week weer. Ja, laten we het daar ophalen. Top. Toppie, maat. Yo! Nou, ja, ik meldde het net al in de vorige interview. Ja, hij speelt natuurlijk gewoon, hè, maat. Waarschijnlijk. Ja, ik hoop het. Laten we het zo zeggen. Trainer is eruit. Ja, de trainer is eruit en wij horen morgen. Ik ben er ook uit. Dan geloof ik jou. Ja, maat, ik hoor net van de cameraman, dan moet ik het ook even over hebben met de spelers. Nieuwe directeur voor een dag. Ja, we schrokken wel vanochtend natuurlijk. Ja, want je denkt, wat is er aan de hand? Ja, wat is er aan de hand? Nieuwe directeur voor een dag. En, dus ja, maar ik moet zeggen, volgens mij heb je het goed ingevuld. Jeff heette die volgens mij. Ja, Jeff. Ja, heeft Osserman. Jeff Osserman. Nou, goeie naam ook. Ja, goeie naam voor een directeur zeker. Ja, en hij noemt onze trainer geloof ik Koos. Of Hans. Nee, Hans geloof ik. Hans, oké. Nou, ja, directeur heet Koos. Koos, oké. Nou ja, dan houden wij het bij Jeff. Jeff is gewoon zoals hij heet. Dus nou ja, ik denk dat hij het goed heeft opgepakt vandaag. En, ik weet niet hoe het in de toekomst uitziet, maar ik denk dat wel. Ja, 24 uur is het. Ja, maar misschien voor intervallen of dat soort dingen. Ja, ADO die gaat nu ook echt een G-voetbalteam samenstellen. En hij zit er al in. Oké, nou top. Want hij heeft natuurlijk net op het veld wat dingen laten zien. Jammer dat daar geen beelden van zijn. Ja, want dat was ongelooflijk natuurlijk. Want ik denk, wie is dat? Is dat Messi? Is dat Ronaldo? Nee, het is Gorta. Oh nee, het was Jeff. Nee, het was Jeff, ja. Maat, nou weer serieus. Ja. Tenminste, Jeff is ook serieus natuurlijk. Serieus, dus dat is mooi, want kijk, we willen allemaal onze dromen uit laten komen. Ja toch? Nou, als die van mij uitkomen, dan heb ik nog een partij te doen hoor. Gaan we winnen? Want dat is natuurlijk een baardvraag. Gaan we winnen? Daar gaan jullie wel voor, toch? Voor de winst? Nee, ja, ik denk dat je altijd moet spelen voor de winst natuurlijk. Maar je weet ook dat VVV thuis is, klappen er ook op. En daar moeten wij ons tegen wapenen natuurlijk. Ja. Wij moeten het ook laten zien. En vanaf minuut 1 gewoon vol erop. En dan zien we wel hoe het gaat lopen. Maar dat... Ik heb er een goed gevoel over. Bereiden jullie je eigen voor, dan zien jullie beelden van hun? Krijgen jullie die te zien? Of is het echt alleen de trainer vertelt, je moet zo spelen? Nee, van alles wat natuurlijk. We krijgen beelden te zien. De trainer doet zijn praatje, die zegt waar de mogelijkheden liggen. Ja. Overlegt hij met ons hoe wij het zien, wat de beste opties zijn. Ik moet zeggen dat gaat... Is dat echt, jullie laten ook horen wat je wil, is dat echt zo dat hij dat dan meeneemt? Of kun je daar met hem over discussiëren? Ja, daar kunnen we wel over discussiëren. Tuurlijk, de trainer bepaalt natuurlijk. Maar ik denk, niet alleen de trainer, maar de hele staf natuurlijk, die praat erover. En die hebben veel wedstrijden gezien, die zien beelden van hun. Wij zien ook beelden. En dan komen we samen tot een keuze. Ja. Belangrijk lijkt mij, eerste kwartier zonder kleerscheuren doorkomen en dan geen rood krijgen. Dat is een goeie, ja. Zou de trainer ook zoiets kunnen zeggen, jongens, het eerste kwartier... Dat is natuurlijk lullig wat het tegen Excelsior. Ik denk die tweede gele kaart dat niet echt een... Nee. De eerste die had ook een andere kleur kunnen hebben, denk ik. Maar de scheidsrechter bepaalt natuurlijk en beslist. Ja, gelukkig wel. Het was niet bewust, dus daar houden we het over op. Maar ik moet zeggen, ik denk dat we gewoon we moeten sowieso er vanaf minuut 1 echt vol tegenaan klappen. En dan denk ik dat we met onze snelheidsspelers die we hebben, dat we toch gevaarlijk kunnen worden bij hen. En,
Ja, nou zou ik zeggen, het zal een hete avondje worden. Maar ja, dat is alleen maar lekker, ja, ja, natuurlijk. Lange terugreis, laat thuis. Ja, en het mooiste zijn met 3 punten. Ja, maar ja, dat is helemaal lekker. Dan maakt die reis niet heel veel uit. Dus daar gaan we voor. Daar gaan we. Nou, maat, ik hoop dat we punten pakken. Het is een lange trip, maar we gaan het met plezier weer volgen. Ja, we gaan er vol voor. Oké, top, maat. Thanks. Dankjewel. Dankjewel. Nou, dit was het ADO-journaal. Was een beetje anders dan normaal natuurlijk. Met een directeur, met de spelers, de trainer. Dat ik weer een vraag stel en dat ik een heel verhaal ga vertellen. Komt er nog een vraag? Nou, daar kwam ik dan zelf achter voordat Ronald het zei. Het zit vol. Dit was het ADO-journaal. Later!